Auto, vliegtuig, een trein aan boord. Ryanair zong er al over, maar vandaag een motorfiets. Mijn supermooie Honda CBR 600 FSI 2002. En daar ga ik iets aan doen, laat ik jullie zien. Nou aan mijn motorfiets doen. Nou, hele mooie motorfiets, navigatie erop, super fijn fietsje om mee te rijden, topconditie. Ik wil hier eigenlijk een stekkeraansluiting aan maken voor mijn acculader. Niet meer en niet minder, maar dan niet in het zicht, gewoon mooi achterom het kontje. Dat ik in ieder geval in de winterdag de accu er niet uit hoef te halen en hem gewoon rechtstreeks op kan laden. De accu zit hieronder gemonteerd, laat ik jullie allemaal zien en een paar dingen meer. Dus bedrading trekken vanaf de accu, hier een stekker maken. Dat is het. Buddy sheet verwijderen. Sleutel achterin. Heel makkelijk. Die is los. Alleen het tweede, daar moet ik twee schroefjes voor losdraaien. Ga ik nou doen. Hier zie je de motorcomputer zitten. Die ligt er ook gewoon los bovenop. Dan zit hier een bakje. Nou, hier zit de accu. Nog een stickertje op. Heel mooi. Dus eigenlijk hier een plus en een min. Hier zit al een draadje bij aan. Die is voor de voeding voor de navigatie. Kijk, ik heb hier nog een paar tijgers liggen voor onderweg. Altijd handig. Nou, dan ga ik hier een voeding bij aanmaken. Kabelboompje naar achter brengen. En hier achterin ga ik mooi de stekker maken. Zo, computer verwijderd en toegang tot de accu dus. Ik ga eens even een kabelboompje maken. Kijk eens, mooie oude kabelboom van een, volgens mij nog van een heel oud navigatiesysteem. Nou ja, toch een beetje het idee van het recyclen. Dus ik haal hier even, ik heb hier twee kabels van nodig. Oh, dit is zelfs nog, ik denk dat het van een oude trekhaak is. Hier zitten nog de echte, voor de kenners, CAN-bus bedrading. CAN-bus, CAN-bus, hoe je het noemen wilt. Twisted wires, zodat je de minste elektronische verstoring hebt. Magnetische invloeden. Hartstikke idee. Oh, dat is een goede tip, jongens. En dan nu het resultaat. Stekker van de acculader. Hier heb ik hem neergezet. Die erin. Kijk, hij ziet een accu. Hij geeft ook gelijk aan dat de accu hartstikke vol is. Maar het werkt. Kan ik hem mooi in de winterdag mooi hier binnen laten staan. En kan die mooi aan de lading. Dus helemaal gelukt. Zo, dit was even een keer weer een andere vlog, zeg maar. Iets over mijn mooie motorfiets. Kabeltje gemonteerd, stekker gemonteerd. Heel simpel. Eigenlijk gebruikte ik deze vlog even om te kijken hoe mijn nieuwe camera werkt. Mijn nieuwe vlogcamera die ik mag gebruiken van mijn werkgever. En ik heb ook zelf privé een GoPro Hero 7 gekocht.
En daar een beetje mee stoeien, dat zag je ook wel voorbij komen. Het is allemaal nog een beetje nieuw. En ja, hopelijk wordt het in de toekomst mooiere vlogjes nog dan deze. Bedankt voor het kijken. Ja, ik zou zeggen like linksonder. En anders op de andere kanalen. En tot ziens. Bedankt.